Ja, we staan hier in de Bloemenstraat in de binnenstad van Nijmegen. Om 2:15 is hier een melding vandaan gekomen voor een brand in een studentenhuis. En de eerste eenheden zijn dus al enige tijd aan de gang hier. De brand is ontstaan in een plafond en is via het plafond omhoog gekropen. Helaas hebben daardoor ook alle 13 kamers schade. Toen de brand weer aankwam waren alle studenten al buiten. Dus er hoefde niemand ontruimd te worden en er zijn dan ook geen slachtoffers gevallen. We nemen uit voorzorg altijd veel materiaal mee als we een brand hebben in de binnenstad. Omdat het om oude gebouwen betreft waarbij doorslag en overslag van brand gemakkelijk plaats kan vinden. En er is nu later een stadium nog groot opgeschaald omdat door de langdurige inzet en de temperatuur buiten er aflossing nodig is voor het brandweerpersoneel.